kreeg je nou dat geld op de Rabo dan? Ja, volgens mij wel, ja. Maar ze hadden iets nieuws of zo bij deze. En het moet de maandag of dinsdag opstaan. Yo, Tobio, Stijn, vriend, de lijken boys. Yo, wat? Ja, een keer even. Wat anders, hè? Dan, Fortnite. Om gewoon even die weekend te halen. Dus dat. Ja, Step Games, joh. Vergeet niet te liken, boys. Nieuw ben niet te abonneren. Of, nee, ik moet nog Step. Ik moet nog. Oh, mijn team. Dit is mijn team. Jimmy gaat wat slecht. Uitgezond, joh. Dit is mijn team. Tribal Ronaldo, yes, zeker step. Kid Games, hello, hoi, bonjour, good, hello mate. Waarom? Hij speelt goed, man. Ik ga hem niet verkopen. Hey, slechte game met. Vergeet niet te liken, boys. 5 kijkers, welkom. Helemaal. Hey Jer. Jer is boos op mij, jongens. Hij wil dat ik Fortnite kan doen. Ik zei nee tegen hem. Ik ga. Ik vind dat zonde step om hem te verkopen. Hij is een goede speler. Hij is een goede speler. Even kijken hoor. Hey Jori, ik zag dit ook man. Kijk deze.
Deze, nee. Waar is die nou? Deze. Kijk, deze. Voor die rechts. Voor die rechtsbuiten vind ik hem fucking goed. Ja, man. Maar je moet alleen rivals doen. Het is alleen maar online spelen. Ik wel strijden nog, man. Kijk, ik moet echt veel punten halen, man. Ja, toch. Is die alweer omhoog gaan? Maar stuur maar party invite, Jury. Ja, wat dat mag. Ik zou eens goed te gaan zelf. Sorry voor blabbeeld, boys. Hallo. Nee, Jori. Dus je wilt die rechtsbuiten vrij spelen. Ja, man. Nu moet je wel heel veel grinden. Want kijk. Als je Ja, deze tits. hij past in je team, dat snap ik. Maar ik bedoel, je moet dan heel veel gaan grinden. Ja, maar kijk, het valt op zich wel mee hoor. Je moet alleen een spits hebben van elke elftal van de broeder of dinges. Of wat dan ook. Want, even kijken. Die. Heb je die SBC al gedaan, die makkelijke? Weet ik niet. Kijk, nee. Hier is die. Hij is even goed hoor. Maar ja, je hoeft maar drie doelpunten. Per wedstrijd te scoren. Ja, of één in. Je mag er drie gelijk of in drie potjes, dat maakt niet uit, Nee, maar. drie verschillende. Ja. Eén in de verschillende wedstrijden, dat kan daar wel. Ja, drie aparte. Maar ja, Dus één deze heb ik doelpunt al. per Maar drie ja, kijk. wedstrijden. Weet je wat is? Ik heb. Hier hoef ik er nog één. En Rome hoef ik er nog één. Dus als ik nou even voor sta, dan pleur ik gewoon Ronaldo de linkerkant. En dan pak ik gewoon even een. Kijk hoor. Die van Napoli kan ik ook een keer voor ingooien. Hier Balotelli bijvoorbeeld. En hier heb ik hem van Inter. Waarom heb je brons in je bank? Altijd doe ik dat. Oh, ik nooit. Ga je steeds wat naar beneden. Je beoordeling. Echt? Ja, dan kom ik tegen wat minder. Ga ik eens testen. Kijk hoor, je had het over makkelijk. Ja, die top spelerspakket. Je hebt wel
80 voor de 80 gezien geweest naar de 80. Hij is vandaag uitgebracht. Top Electro spelerspakket. Oké. Eredivisie, spelers uit dezelfde punt. Uit één club. Volgens mij heb ik geen eredivisie spelers meer. Zo duur zijn ze niet. Ja, maar ik zou goud gebruiken. Ik weet niet of je die nog hebt. Wat moet ik doen? Ik zou gouden gebruiken. Dat heb ik toch? Bizot is. Oh, ik heb normale goud. Ik heb niet goud, goud. Nee, maar bizot zou ik dan gebruiken. En dan zou ik bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel. Premier League spelletje hebt. Ik kan er even kijken. Dan zou ik op bijvoorbeeld de linkerkant en de spits. De spits zou ik dan Engels doen. En dan zou ik je. Ja, ik heb hem zo ook gedaan. Ik zou dan je middenveld ook Engels doen. En dan je links en je rechts achter en je verdediger zou ik dan Nederlands doen. Dan heb je een beetje de teamgeest. Je mag er maar 5 van dezelfde competitie. En ja, linksmidden zou ik dan ook uit de Premier League doen. Linksbuiten misschien. Ja, die heb ik niet, dat is het probleem. Gooi die rechts achter op de linksmiddenpositie. Min 7 gewoon. Ja, maar dat maakt niet uit. En dan zou ik je. Kijk hoor. Even kijken. Dan zou ik je links achter. Ik heb niet eens middenvelden of CVM's. CV voor Nederland, maar niks. Nee, maar die kan je nog kopen. Zo duur zijn ze niet, dacht ik. Ik ga even kijken voor je. Ja, maar ik heb nou alleen een team nodig voor. Oh, de beoordeling moet ook nog 77 zijn, wacht even. Dat red je wel. Even kijken hoor. Hey Rick, waar is het jongen? Positie links buiten, centimeter rechts buiten. Landen Nederlands. Even hey IJssel. Hier, Dumfries is 1.3. En Veldman is 2k. En 4G is 1.9. Dus je bent ongeveer 5k kwijt voor die. Yo, Muffin. Yo, IJsselmuziek. Oh, zo hoor je niks. Dat denk ik ook wijs. Wacht, ik heb een idee. Hier ook, ik ga ook Martinez kopen. Oh, dat is 21. Deze kan ik halen. Hé, ik heb een idee. Wat zijn jouw centraal verdedigers die je nog hebt in je club? Oh, dat zijn er heel weinig. Welkom, zeven kijkers.
Niet zoveel hoor. Hier, dit alleen nog maar. Trouwens, kom er lekker in, dat gezeik. Oh ja. Ik dacht dat dat altijd kon. Nee, dat kan alleen als je via Elkato streamt. Oh, echt waar? Heb jij een Italiaanse keeper? In je club. Oh ja, zeker. Dan zie je die op doel. Die krachtnaam. Dan zit je Bissot op links achter. En dan zit je die twee centraal verdedigers van de Italiaanse competitie erin. Die je niet gebruikt, die twee ja. En dan moet je alleen even kijken of je links rechts achter hebt. Ja, maar die gebruik je in je club, in je team. Ja, die kun je erin zetten. Ik ben er toch al. Ik kies gewoon een andere. Ja, maar je moet nog een rechts achter. Ja, ja. Zo gevonden. Als ik erin heb. Ik zou er gewoon een brons of zo neerzetten. Zet die Fransman erin. Ja. We zijn er toch? Hup. Ja. Hup. We hebben nu wat je pikt. Helemaal niks. Nee, tuurlijk niet. Ik heb vanmiddag ook even gespeeld. Nou, ik heb denk ik wel 10 van die 2 player picks ding gedaan, weet je wel. Die upgrade deze. Die gouden upgrade, daar had ik altijd helemaal niks. Ik echt ga kijken helemaal in de chat niet, want ik ga een bot, oké? Okay. Succes. Hey Flex. Het is niet ziek. Het is helemaal niks. Ach, kijk eens welkom. Vergeet niet te liken en niet te abonneren als je nieuw bent. Nou ja, hier kopen we echt wat voor. Nou, dan gaan we per potjes. Even kijken of ik hier al die 1000 kan halen. Wanneer loopt dit af dan? Oh. Wat verdien je eigenlijk met dat goud? 25, oh, dat is wel lekker veel punten. Of pakketten. Zo, 6. Premium Jumbo, dat is niet zoveel hè, Premium Jumbo. Dat is 15k. Je zit in dezelfde competitie als mij. Ja, ik zit nou bij goud 1. Moet even, we gaan kijken. Een noob die Fortnite speelt. Oh, FIFA speelt. Maar ik blijf rank 2. Ik ga de naam op squad battles doen. Yo, maf, by the way. Yo, hij is hem. Oh. Echt zonde. Waarom verlaten ze komt er nu? Wat is dit nou? Precies dat ik Ronaldo heb ofzo. Denk het.
Ach. Oké. Alles via linkerkant spelen. Waarom geen Fortnite? Omdat ik FIFA ga doen. En als ik Weekend League haal voor het weekend, dan ga ik Weekend League streamen ook. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer Keer een wat anders interessante wedstrijd juichen. voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Even Ik wat ben Sjoerd beter de Vos worden. en met Jeroen Grüter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. We Oh, hebben je een hebt wedstrijd echt voor u in het geluk. speltype Division Rivals. Wederom een heerlijke wedstrijd in het vooruitzicht. Sjoerd, ik ben Hoe dan? ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. Hij zit er goed tussen bij die pas. Waarom ga jij daarin? Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. Bal vast in de hand. Ja, juist. Ook zo moet ik hem nu op chat letten. Aguero. Mohamed Salah. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Ze krijgen het balbezit weer. Vandaag staan twee topspelers tegenover elkaar. Want Kun Agüero speelt tegen Cristiano Ronaldo. Wat mogen we? Paulo Dybala! Oh, daar zit het doelman mooi tussen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Ik denk dat deze bal gewoon Schelen in aan deze mij. hoofd. Hey, Bal fijner. zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Kut game. Roberto Pereira. Ze komen weer in balbezit. Paulo Dybala. Doelkans voor de voorsprong. Hoppa. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper een kwartier gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. En daar was hij weer. Met de afronding van een ijskonijn. Ja. Afronding van ijskonijn. Rob D. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Ze geven ah. de bal weg. Nul. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Hij weet het paas onderschept. Goed opgelet. Ja, voorzet nu. Cristiano Ronaldo. Tot buitenspel. Cristiano Ronaldo. Nee, heet het zo. Danny Drinkwater, Roberto Pereira, niet Mohamed hem Salah. pakken. Mohamed Salah. Salah houdt hem niet op. Ze ja. nemen het balbezit weer over op het middenveld. Hij is van de bal gezet. Roberto Jongen. Pereira. Aguero. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Te laat. Een uitgekiende steekpaas. Wow, Schiet aan de zijde. Ooit kans, geef maar ja, tuurlijk. Helaas, in buitenspelpositie. Waarom loopt mijn verdediger daar al niet op dan? Aguero. Kun Aguero. Uitstekend. De licht zorgt dat die voorzet niet aankomt. Paulo Dybala. Waarom? De pas, hij leeft hem in. Dat moet beter. Nog steeds op weg naar het doel. Hij schermt er wel goed af. Maar er komt hulp aan. Schot van Gomez. Dat is een open kant voor Dybala. Ja, dat hebben we ook dus. Naar het midden. De aanvallers stonden Waar klaar. Is die maar de nou? corner is te kort. Mohamed Salah. Jamie Vardy. Mohamed Salah. Ze komen opnieuw in balbezit. Dybala komt naar voren met de bal. En daar een schot van Cristiano Ronaldo. De keeper heeft hem.
Nee, ik moet nog grinden, joh, Dutch Lion. Ik ben daarvoor aan het grinden, jongen. Ik heb nog geen eens 2000 punten. Alejandro Gomez. Paulo Dybala. Hard schot, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde, hoor, is niet zoals ik wil. Yuri Tielemans. Aguero. De bal is voor hen. Paulo Dybala. Alejandro Gomez nog steeds aan de bal. En de bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. Tuurlijk. En veilig weggewerkt. Alejandro Gomez. Paulo Paulo Dybala. Is het lekker? Jamie Vardy. Aguero. Roberto Pereira. Danny Drinkwater. Roberto Pereira. Hij speelt hem slim. Hier houden ze. Ja, wauw. Hij laat hem gewoon van zijn voet stuiteren. Zo, wat een mooie. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van een mooie aanval over een aantal schijven. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Ja, en hoe? Karim Koulibaly. Oké, dan ze lopen allemaal niet zoals het ik wil. Alejandro Gomez. Het schot wordt afge... Cristiano Ronaldo! Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Hey, is hij nou eens gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. We gaan 3 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Blijf gewoon schieten op de doelman. Ik zweer het. Kijk, hij pakt niet die. Moet ik hebben, die. Oh, wat irritant. Jamie Vardy. Sergio Aguero. Hij heeft zo'n dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Steek die bal maar door. Schip die steekbal. Oh, zag er gevaarlijk uit. In de stand van 2-1 wordt de kleedkamer opgezocht. Nee, ik heb nog geen 1000, joh, Weekend League. Ik moet 2000 punten halen of zo. Wacht, kijk eens welke machine op vergeet niet te abonneren te liken. Hij doet het weer, joh. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Je uren doen het weer. Oh. Nummer 10, Jamie Vardy. Coming onto the pitch. De bal over de zijkant van het veld. Nummer 18, Sadio Mane. Cristiano Ronaldo. Ja, dat skipt toch niet, dit. Waarom is hij overal weer eerder? Sadio Mane. Waarom speel je geen squad battles? Hoezo moet ik squad battles spelen als ik dit wil krijgen? Douglas Costa. Dat je dit donderdag kan doen in de squad battles. Paulo Dybala. Avond. Douglas Costa. Paulo Dybala met de bal. Goed gedaan van die doelman. Dat je het moet doen. Ja. De squad battles is alleen tot morgen toch? Krijg ik pakketjes. Hoekschop komt ja, voor. Maar jij bent nog nee, hij kopt helemaal verkeerd alsof hij een
vierkant hoofd heen. Komt niet eens in de buurt. Ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Ik ben niet zo tevreden over deze man. Nee. Gaat maar nederig, man. Wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Tuurlijk. Uitstekende positie voor de voorzet. Maar hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Het is een strafschop, dat is één. Maar degene die hem veroorzaakt, dat is twee, komt de genade vanaf. Geen kaart. Geen kaart, maar een penalty, dat is knap. Ik verwacht dat hij geel zou krijgen. Hij benut de strafschop. Die bal passeert de keeper vanaf de strafschopstip. Hij houdt zijn hoofd koel en plaatst die bal netjes. Is in de herhaling te zien. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Alejandro Gomez. Cristiano Ronaldo. Tuurlijk. Ronaldo pakt een bal zo. En ook te bereiken. Matthijs de Ligt. Yo, Eisen. Alessandro Florenzi. Alejandro Gomez. Cuadrado. Alan. Paulo Dybala. Onderschepping. De bal van Salah. Alan. Redding. Spel gaat verder. Ja, ze deed het niet meer. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Waar is hij dan? Waarom sta je niet waar jullie moeten staan? Hun Minson. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Kijk hoe lang het duurt om een kruisje moet drukken, man. Hier. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Ja, nou pas. Ja, gevaarlijke steekbal. Wat een mooi doelpunt. Dat doelpunt gaat niet door. Inderdaad. Serieus, man. De grensrechter vlacht hem af. Jurrie Tielemans. Daar gaat het bal bezitten. Ja, het duurt zo lang. Er zit zoveel delay in, jongen. Cuadrado. Door. Oh, Christian. Ja, slim. Christian nog een ander. Tuurlijk, weet ik. Gered door de keeper. Bal kut keeper. Hun Minson. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Mama. Cristiano Ronaldo. Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Nee. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Alan. Dat is het profiteren van deze paas. Oh, wat nep zeg. Jurrie Tielemans. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Ja, tuurlijk. Nog steeds op weg naar het doel. Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. Niet verrassend. En ze zijn weer gekleed. Echt, joh. Dat hij daarvoor fluit. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Kut. Die vrije trap eindigt in de handschoenen van de keeper. Danny Drinkwater. Sadio Mané. Pak hem nou. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Hun Minson. Hun Minson. Nou zeggen. Danovic moet blijven opletten. Wegwezen. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Nou zeggen. En voor die actie komt er een vrije trap. Denk je nou dat ik
Oh, ga nou eens weg hier. Ja. Vrije trap. Knap gekeerd door die doelman. Laat de bal klem. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Danny Drinkwater. Kevin Gamero. Kevin Gamero. Ja, hij loopt gewoon weg van de man. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Nooit verwacht, toch gekomen. Scoren en daarmee aan de leiding. Dit is volkomen bizar. Hoe kan dit gebeuren? Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. Nummer 14. Kom, Rinsan. Alejandro Gomez. Paulo Dybala. Ze staan tijdens zo'n seizoen honderden uren met elkaar op het ring. Paulo Dybala! Alsjeblieft. Wat is er dan met je? Schitterend in. Een echte hat-trick voor Dybala. Geef deze jongen geen ruimte, want hij schiet ze er moeiteloos in. En weer staat het gelijk. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Heung-min nog steeds in het spel, Andanovic. Wauw. Hij gaat over de lijn. Inworp. Kalidou Koulibaly. Hoe kan dit nou? Even serieus. Heung-min Son. Oh, net buitenspel. Net aan, hoor. Dat scheelt niet veel. Dat was een grote kans waarmee de wedstrijd beslist had kunnen worden. Nog 3 minuten speeltijd. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. Alexandro. Ga nou eens diep, man. Lukt het nog? Ze leveren de bal in. Het zit er nu bijna op. Nee, wil je niet aannemen. Tjonge. En wil je die buitenspelers niet pakken? Ah. Dan moet er afgevlogen. Kevin kan mij goed. Hun Winson. Andanovic moet blijven. Ah, nee, dat wil ik niet doen. Mag je het groepje doorheen? Ja, ik ben toch bezig. Paas lijkt nergens op. Kevin Gamero. Kevin Gamero. Hij is een Gamero. En het is maar goed dat hij doelman. Ja, weet. De wedstrijd is bijna voorbij. Beide ploegen staan nog steeds zo. Corner is te kort. Redding, bal verklemd. Kijk wat je doet. Echt, jongen. Dat is het laatste fluitsignaal. Je moet toch gewoon voorin blijven staan. Dat druk je toch aan. Ik snap dat ja. Niet, hè? Ja. Onterecht. Oh, Mappie. Wat? Je moet je geluid van je commentator even wat zachter zetten. Je bent bijna niet door op de stream. Dat komt omdat ik hem zachter heb staan. Ik moet kijken, als ik nou praat hoor je me veel harder. Maar ik wil het wel even doen. Wat is dat? Kunnen we nog bijna gauw 2? Met wat? Scorbureaus. Oh. Waar moet ik wezen dan voor die instellingen? Bij Die instellingen. Hier een potje doen. Even kijken hoe instellingen, spelinstelling. Toch? Mm-hmm. En dan geluid. Geluid, effect of zoiets? Nee, je moet naar een geluid en dan R1. Oh, volume commentator, ik heb het al. Nee, je moet op 2. Daar heb ik er geen last van. Oké, die hebben we. Je bent beter in Fortnite, mening. Yo, Alex. Ja, ik weet het. Maar maakt niet uit. Moet overal een beetje doen. Van niet te liken, de bruine.
En anders Reus. Weet jij hoe je kan rood de 500k? Oh, rond de 500k, Willem Wolva. Rond de 500k. Weet jij het, Jury? Ik ga even kijken voor hem. Er wordt gekeken voor je Wilmabbel. Wat voor team heb je ongeveer, Wilma? Vriend te lijken. Met abonneer de Slimio's. Als ik bijvoorbeeld zeg van die spellen moet je nemen, en dan heb je die niet. Echt, hè? En ik heb bijna Sier. Echt? Hey, dat is een munt, ik krijg gratis. Wow. Dat is lekker. Ja, nee, de rest van de Discord moet ik ook krijgen. Maar bij Sier moet je ook alles revalsuit, toch? Bijna alles. Maakt niks uit wat voor leak, staan toch icons omheen. Oh, oké. Ik ga even voor je kijken, rond de 500k. Ja, 500k. Gaan we kijken. Posities. Kom. Het lijkt een interessant duel te worden hier. Rond de 500k. Straks wordt afgetrapt. En naast me zit Jeroen Guter. Samen verzorgen wij weer de commentaar van. We gaan getuigen zijn van het duel in FUT Squad Battles. Wederom een heerlijke wedstrijd in het vooruitzicht. Je zou hem wel Reus kunnen nemen, die 40. Dus hij wordt open. Wauw. Je zou 88 Rui Costa kunnen nemen. Ik zou 88 Rui Costa nemen. Dus 285k rond zoiets. 230 bedoel ik. Wie zou er in zijn party zitten, Leon? Alexander. Ik ben er. Nee, ik ook niet. Wie ben ik eigenlijk, Martin? Wauw, meen je dit nou dat je een bal verliest van Hazard? Ha. Knap hoor. Yo, overal zijn ze ook te laat in, even serieus. Gast erop. Als hij nou die kant op gaat, serieus. Antoine Griezmann. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. En dan schiet Zizou. De vrije trap komt. Hij geeft wel veel snel gele kaarten, man. Dat is een gele kaart voor de licht. Vind ik. Nou, even serieus. Serieus. Kijk, niemand gaat mee. Niemand broert van. Gertie weer eens. Snelheid 92. Wauw. Messi. Alan. Sandro Gomez.
En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Maak het dan voor de voorsprong. Douglas Costa. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Ze zit er goed tussen bij die pas. Kijk hoe snel hun eruit zijn met z'n allen. Dat vind ik echt knap, man. Dat heb ik niet, hoor. Sneller zijn dan die Gomez. Gomez is ook al meer dan 90 snelheid, dus ik snap dat echt niet. Dat doelpunt komt toch echt nog. Ja, dus dat redt hij niet eens. Wow. Messi. Wat gaat er nou eens op af, man? Kijk daar, ze draaien weg als een Scania, man. Kijk dan, wat doen we nou helemaal voor dan? Alessandro Florenzi. Veel tijd krijgt hij niet. Weg. Baan op de vleugel. Weg. Weg. Voorzet in de maan. Weg. Wat een kutpaas eerste klasse. En je laat hem gewoon gaan. Wie was dit? Wauw. En weer red je het niet. Florenzi is ook slecht, man. Ga nou eens wat winnen, man. Weer winnen ze niks. Nada, niks. Kijk hier, weet je niet. Die instellingen zijn kut, man. Dan zie ik alleen maar diep lopen de tegenstander en ik doe helemaal niks. Ga weg, man. Nep rotspel. Ja, hij loopt er een of het niks is. Gaat toch eens weg. Gaat toch eens weg. Kijk hoe ze staan ook. Wauw. Paulo Dybala. Alejandro Gomez. Alessandro Florenzi. Paulo Dybala. We gaan de rust in met een 0-0 tussenstand. We gaan weer verder. Aftrap is geweest. Tweede helft onderweg. Nee, zo die opstelling niet. Die kijken hier achter de linies kruipen. Moet kijken waar ze staan. Ze staan gewoon nu op middenveld. Alejandro Gomez. Matthijs de Ligt. Alessandro Florenzi. Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo. Flex, hij is gekost het beestje. Dus anders krijg je gewoon een timeout. Lekker shirt bij pet of zo. Echt, ja. Het is mijn pet hoor, die had ik dus. En als die praat, is hij. Net als ik niet zie. Precies achter de man. Wauw, Ronaldo. Wauw.
schiet hem in. Zeldzaam. Voorzet kan vanaf de flank. Nou, wat een belabberde voorzitter voor de doeltrap. Nee, je hoeft mij niet op te rotten hoor. Dat zei hij is net zoals jou, ook zo gauw zijn tentjes getrapt. Alejandro Gomez. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Ja, nee, loop dan door, man. Even serieus. Komt ook aan, zeker. Tuurlijk komt dat aan. Messi. Kijk waar je in de. Zinedine Zidane. Kai Havertz. Die is raak en we zien maar weer eens hoe het loopt om hoog druk op de tegenstander te zetten. Die gelijk je weg gelijk halen, flex. Ik speel squad battles. En gassen langs de zijlijn. Lionel Messi. Met die ingreep komt hij op de vleugel. Kijk maar even. Paulo Dybala. Loop nou eens mee dan. Serieus joh. Hoe de fuck staan al die mensen? Oké, die rijdt net zo snel als. Kijk hier. Ga maar daarheen. Quadrado. Alejandro Gomez wacht daar bij de tweede bal. Nee, Floor. Tikt hem over de doel. Knap gedaan. Ze gaan met deze wissel proberen de voorsprong tot het einde van de tweede helft. Daar is het schot. Goed weggewerkt, die bal. Kijk hoe die ruimte, Florenzi. Wauw. Natuurlijk, en hij zit er zo makkelijk op. Kijk dat je die van zo iemand kan winnen. Het is alles 99 is. Dat moet gewoon scoren. Ik snap ook niet wat die opstelling doet, wat die instructies zijn. Want ik zie Ronaldo of die anderen zie ik allemaal niet eens achter de lijn kruipen. Dus het randje opzoeken van de dingen is niks. Dat is echt net man. Hier, hij doet niks. Even kijken. Ben je Koulibaly? Ben je 2 meter 2? Kun je niet eens. Ga je maar even 5 minuten gedragen, Flex? Wat zegt hij nou weer? Nou, hier. Op. Wat loopt hij weer te doen? Loopt hij weer vervelend te doen, dat jongen? Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Ja, mag even 5 minuten gedragen. Wat een teringspel is dit, joh. Echt, jongen. Helemaal live van. Ik weet dat ik niet al te best ben, maar. Nee, gaan elkaar in de weg lopen, mogoltjes. Wat een. Waar was die mail in te zien? Een mail? Gauw! Hi, mail? Oh. Stuur even. Ja, is van Floor. Kut Floor, dat is soft promo. Ook de M-out. Nou ja. Verlies deze pot gewoon. Squad battles, man. Even serieus.
Ja, dat weten we, Pat. Wat weten we? Dat het voor Floor bestemd was. No. Floor en Pat, die willen, Pat wil vooral Floor dubbels maken voor zijn stream. Ach, trouwens wel, Pat. Zou nu wel met hun de raaf van gegooid. Cristiano Ronaldo. Je moet kijken. Ik red het niet eens met Ronaldo er voorbij te komen. Ik heb het zoek gespeeld op wereldklasse. Serieus. Cristiano Ronaldo. En dat is het einde van dit duel. Pet, wat vond je trouwens van die stand van gisteren? Ik ben echt slecht, ik. Jongens, vergeet eens niet te liken, man. Ik heb al lang al gelijk, man. Ja, ja, ik blijf maar op die 9 staan. Ja, hoeveel kijkers heb je? We gaan nu brutaal zitten doen. Van mij en Leon. Ook heeft mij al vandaag al 4 keer ingemaakt, ook al had ik geen zin om tegen hem te spelen. Wie heb je ingemaakt? Leon gisteren. Hij zei ze tegen mij, kom potje tegen mij, je bent fucking slap. Dus ik zeg, oh ja, is goed. Ja, ik stond 1-0 achter en ik maak hem gewoon in met 3-2. Wat is er dan, liefie? Omdat je dan gewoon gelijk weer zo'n dat piep bent. Ja, als het niet gaat zoals ik wil, dan ga ik piepen. Beter team. Gooi die mij erop dan een hoek. Ik heb een katje openen. Ja. Maar je doet dat het hele jaar door, anders dan. Ja, het hele jaar. Zeg tegen je wijfjes dat je een betere. Dat je een goede spits hebt van het spel. Dat heb ze weten zo lang, maar mijn vrouw interesseert het game niet, dus. Begint er maar niet over. Anouk, drop even die meien erop dan. Zou ik gewoon deze verkopen, Pet? Voor 8 ton. En dan ga ik gewoon pakket openen. Ik zou het niet doen, je bent helemaal gek. Dan ben je Pet 2. Sorry, Pet. Geen haat aan jou. Hè? Zullen we gewoon Ronaldo verkopen, Pet? Is toch leuk voor de content? Misschien pak ik wel Ronaldo 99, je weet nooit. 50k aan mij, ja toch. 50k aan mij. Ik denk als ik er voor 50k opzet, dat hij al binnen een... moet heel snel bij je. Echt, hè. Ach, zet er voor 2k te koop. Kan niet eens, maar oké. 50k aan mij. Luister, Pet, ik had het zo gedaan. Heb je toch 50k. Ik dacht echt dat je toosjes... Mag ik pakken? Nee, die bovenste. Als je hem verkoopt, dan kan je niks openen. 50k winst, een haaien. Pet, gekke pet. Nee, dan moet je hem voor 900k verkopen. Dan heb je 50k winst. Ik heb alles winst op die speler Ronaldo. Dus ook weer zo tryhard, hè? Echt, joh. Ik heb toch 45k pakket. Hartelijk welkom iedereen. Kun je ik ga toch... gewoon al mijn packs opsparen en een door pet laten zo. Wat is dit? Deze wedstrijd van commentatoren. We gaan zo kijken naar een fut wedstrijd in het speltype Division Rivals. Hij gaat schieten. Paulo Dybala. Ja, maar ik had vandaag geen zin in je, Leon. Douglas Costa. Kijk dan, Costa. Cristiano Ronaldo. Ja. Hij zit ertussen. Hij speelt een veld anders. Dybala aan de en weer hebt hij hem. Wat drukt hij in dan dat hij gelijk die speler krijgt? En wow, nou dat is echt slecht, man.
En weer hebt hij hem, wauw, oké. Okay. Nee, dat past goed in mijn offensive team. Ik heb het Ik heb easy geneemd, flex. Heel droog. Ja, echt, hè. Kom in één keer Floor weer in actie. Uit niets zegt hij wat ook. Ik heb easy. Het moet rustig worden, man. Ik zou terug, Martin. Kijk hoe leeg. Kijk mijn middenveld. Moet je eens kijken nou. Iedereen is van het, alles is van het tegenstander. Ja, maar ik ga van de wc. Trap me even onderkant lat, Ronaldo. Tering zo. Hey, buitenspel. Te makkelijk raak mijn bal kwijt. Lucas, en daar heeft hij de bal verloren. Ruim baan op de vleugel. Oh, ik maak bijna een hakkie doelpunt gek. Kijk dan wat hij doet. Oh, wat een keeper zeg. Luister nou, het is toch nepper dan nep. Pak hem dan eens. Bal veroverd in de eigen 16. Mogelijkheden voor een counter. Tiefer, sorry. Echt, hè? Maffi wordt gekild omdat het spel nep is. Oh, nee. Richting Cristiano Ronaldo. Rafael Varane. Kieran Trippier. Danny Ceballos. Hoezo weet ik dat niet van hem? Mooie positie om een voorzet te geven. Hup, wegwezen, Costa. Ik ben fucking snel, man. Er ligt ruimte voor de counter. Douglas Costa, een snoede steekpas. Cristiano Ronaldo. Doei, doei. Hoppa. Hij gaat gelijk weg, gewoon. Ik maak één doelpunt op die.
geen maar het zou schrijven. Wel lief nog tegen elkaar, hè, boys. Ik vind wel dat die tijd snel gaat met FIFA. Dat dan weer wel, die Joost dan. Welkom, mag ik haar misschien niet te liken en te abonneren. Moffie laat dat ook zien, nee man. Vrouw zit ook op de bank en zo. Echt nog veel, man. Oh, bijna bij die rang. Hoe zullen jullie eigenlijk spelen met dit elftal? Wat zou jullie opstelling zijn? Als ik als je dit elftal had. Hey, Eijhoofd. Hebben we nog pekjes om te doen? Pekjes. Wat, ga je pekjes openen? Nee. Ik koop gewoon je hele team en ga pekjes openen, man. Echt, kun je oud schelen. Is goed voor de content. Schrijf je gewoon een heel team verkocht. Pekjes openen en een nieuw team maken. Oh ja, en niks eruit pakken, allemaal bol. Zou je het net zien, hè? Verkoop dus ook team, pak je Ronaldo. Ja, pak ik gewoon Ronaldo, Messi, Van Dijk, Mbappé, De Bruyne, wie weet toch? Het zou je maar gebeuren, hè? Dat het gebeurt. Of je pakt een icon. Ja, gelijk een icon van 2 milli of zo. Oké, weer packs openen. Nieuw content. Ik hoor bak koffie. Nee, kijk eens welkom. Ik had gisteren een eiken. Ja, dat zag ik, Pet. Uit een 45k pakket zag ik het. Ik had gisteren, ja, ik had ook gezien. Gewoon prime eiken Veron. Hoe duur was die? Zo, zet mijn stream is zacht hier. Ja, was gewoon weer bezig, man. Gelijk piepen. Oh, alleen die 45k pakketten zijn niet jammer. Ja, en die 25. Ja. Echt, hè? En maar even serieus petten vlak. Hoe zou ik dit doen? Hoe zou ik dit spelen? Ik vind dat de middenveld kut is, man. Ze lopen te ver naar voren, dat hele midden. Op het moment dat ik in de avond ben, is dat hele middenveld weg. Hoe zou jij deze opstelling doen? Met deze spelers. Leon, jij moet je kop houden. En trouwens, Flo of Pet, je mag ook in de party komen. Gaat jij maar even met Suri, ik moet even naar de wc. Kom, sta weg, ja, dat snap ik. Kom eens weg. Ja, maar wie zou je daar neerzetten dan? Hey, Kiki. Ja, dat snap ik, Pet. Voor Maffie dan. Maar ik bedoel, Maffie bedoelt, wat zou je dan voor terugnemen?
Home. Ja, kom maar party, dan ga ik even snel een ventje roken. Ik heb hem niet als vriend, dus dan moet jij me even inviten voor de party. Althans even voorstellen. Wacht, Pet, ik voeg je even toe. Pet, je moet even accepteren op Triad Court. Nee, oh wacht. Ik kan natuurlijk op de party gewoon op openbaar zitten. Ja, de rechterkant. Nu loopt het. Als het goed is. Ja, ik heb jou toegevoegd, Pet. Had ik hem niet? Ik heb Pet toch ook gewoon op PlayStation? Ja. Goed zo. Uitroepteken sponsor. Die heb ik gewoon nog. Hallo Trai. Hey Trai. Dus hij zegt de hele rechterkant weg. Ja, hij gaat je team even bouwen. Hoor. Je moet straks even je SharePlay aanzetten. Ja, maar ik kan mijn SharePlay niet aanzetten toch, als ik aan het live ben? Nee. Is dat zo? Ja. Alleen als je met Elgato of PC of weet ik hoe je dat doet, dan kan dat wel. Ah, op die manier. Ja, klopt. Nou, anders moet je straks even bij mij komen als je klaar bent met streamen. Ja, is goed. Dan doen we het zo wel. Ja, is goed, Pet. Ja? Yes. Dan hoor ik je straks wel. Ja, is goed, kom goed. Goed, yo, tot zo. Tot zo. Yo, later. Hoi. Ik hoor Pet niet eens. Ik wel. Ik niet. Ik zit bij Maffie in de party. Hoe kan ik... Hij heb je gemute. Hij moet nee, je niet. Nee, ik weet hoe dat kan. Ja, Flex, dat is een vriend. Yo, Trinity. Hij is nu live. Oh, hij is live. Oh, dat is toch goed. Ja. Je moet bij hem komen en dan moet hij jouw SharePlay starten. Of... Wat ja, als ik, als ik offline ging, dat zei hij. Ja, maar hij gaat zijn weekend niet doen, hè? Ja. Ja, nee, dat snap ik, maar ik bedoel... Pet is natuurlijk live, natuurlijk. Niet dat ik ze nu zelf kan gaan gooien. Nou, maar ik zei het toch zelf ook, maakt er niet uit. Jongens, vergeet niet te liken en te abonneren als jullie nieuw zijn. Ja, Leon. Kijken. Overloper. Ja, weet je, dan mag je hier niet in de party, dan gaat het Pet vragen. Dat deed hij ook bij Michael. Hij mocht bij Michael niet in de party. Bij Pet niet in de party ging ik bij Michael vragen. Maar zal ik dan de licht houden en een koele balie wegdoen? Nee, wat hij wil doen, zoals ik het heb begrepen, ja. Hij heeft gezegd dat je je allebei de verdedigers moet verkopen.
Oh, echt? Nog niet, hè? Ja. Nou, de rechterkant voor jou Barcelona. Dus Dembele, Frenkie, Semedo. En ja, dan je centrale verdedigers, Woudy, Langlais en Ramos. Ja, maar ik heb geen geld voor Ramos, dus hoe ga ik dat doen? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Dus dat betekent dat ik deze man moet verkopen. Dat zou ik niet erg vinden. Ja, Ronaldo, die ga je toch niet verkopen? Ga weg. Oh, ik zou echt, als hij wil dat jij Ronaldo gaat verkopen, ik zou echt daar tegenin gaan. Dat doe ik sowieso niet. Die blijft staan. Die gaat nooit aan mijn team. Al wordt die 20 miljoen waard, gaat nou dan wel, maar... Ja, ik snap je. Maar nou niet. Ik ben goud 3 en ik blijf goud 3. Echt, hè? Ik had net 10 kijkers, man. Dan zou ik ze allemaal naar pet gestuurd, want dan ga ik gewoon offline. Snap je? Ik doe nog één potje. Nou, weet je wat, fuck it, ik ga het offline. Blijf gewoon in de party, hier, Jori. Ja, ik snap je, dan kun je even kijken. Tegen Pet zeggen. Ja, zeg maar dat ik eraan kom als hij al zin hebt. Jongens, oh, ik heb wel jammer, ik heb nog 2 kijkers. Maar ja, iedereen gaat maar naar Pet.nl. Ik ga jullie spreken. Tjallas.